Dit de is welkom erbij. In deze aflevering praten we met influencer Beril Vrede. En in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2025 is het belangrijk om niet alleen te kijken naar wie de verkiezingen wint, maar ook naar de belangrijke of noodzakelijke hervormingen in het bestuurssysteem. Beril Vrede heeft herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van een overgang naar een hygiënisch bestuurssysteem. Onze haar zal zonder dergelijke hervormingen, corruptie en nepotisme, dit land op industriele schaal teisteren, Voortduren. Mevrouw Vrede, welkom terug in ons programma. Dank u wel, ben blij dat ik weer bij mag zijn. Yes. Wat verstaat u onder een hygiënisch bestuurssysteem? Onder een hygiënisch bestuurssysteem versta ik een systeem waar we zo min mogelijk corruptie en nepotisme hebben. Uh, het is een utopie om te denken dat wij corruptie helemaal naar nul zullen brengen. Het zal er altijd zijn. Maar we moeten proberen om corruptie niet meer tot een sociaal aanvaardbaar iets te maken. En we moeten ook proberen om nepotisme te brengen naar nul, want dat kan wel. En als we dat gedaan hebben, dan zijn we op het niveau beland van een hygiënisch bestuurssysteem. Ja. En hoe kunnen we dat doen? Wat ik heb gedaan, ik heb aan juristen, twee advocaten gevraagd. om het een en ander voor mij op papier te zetten. En ze hebben voor mij op papier gezet een integriteitsconvenant. Dat betekent dat kandidaten die door de, het volk worden gekozen. alvorens zij gekozen worden, dus bij kandidaatstelling. Zij tekenen een integriteitsconvenant en dat is niets anders dan een overeenkomst tussen die persoon en het volk van Suriname. In die overeenkomst staat dat men zal niet meer stelen. In die overeenkomst staat men zal niet meer doen aan welke vorm van nepotisme dan ook. Tegelijkertijd zijn daar wel sancties bij. Want als je dit wel doet zo staat in de overeenkomst, dan kan je als individu, een suriname dus, kan dus naar het Openbaar Ministerie gaan deze persoon aanklagen. Maar je kan het ook in groepsverband doen. Deze overeenkomst is notarieel verleden, dus het is niet zomaar een papier. Men heeft er recht op om deze handelingen te plegen als iemand zich niet houdt aan de overeenkomst die men. Met het volk van Suriname gesloten heeft. En u heeft het huidige bestuurstijl beschreven als. Uh, diefstal en corruptie op hoge schaal. Uh, kunt u ons. kunt u het onderbouwen wat u bedoelt hiermee? Wat ik hiermee bedoel is dat in Suriname. corruptie op grote schaal uh, voorkomt. Eigenlijk moet de corruptie zien als diefstal op industrieel niveau. Mensen komen in het centrum van het bestuur. En ze gaan vervolgens toegang hebben tot de middelen van het volk. Ze gebruiken de middelen van het volk voor eigen belang. En dat is wat ik bedoel met een onhygiënisch en corruptief systeem. En hoe groot is volgens u het effect van uh, nepotisme op het huidige bestuur? We kunnen het in de samenleving zien. Aan de armoede die er is in het land. Er zijn twee... Effecten die een neerwaartse beweging doen ontstaan in de ontwikkeling van elk land. Elk land waar je ziet dat er veel corruptie is en nepotisme, gaan we in een neerwaartse beweging toe. We zien het de armoede in het land. Dus dat weten we. En waarom is het belangrijk om dit nu aan te pakken? We kennen landen die zeg maar overstromen in de olie. En toch is het zo dat bevolkingsgroepen in die landen leven van de vuilnisbelt. Als je dit nu niet aanpakt, dan is het gevaar groot dat ze dezelfde kant op gaat. En dat willen we niet. Ja, u gaf aan ook aan van uh, politieke winst. Uh, maakt niets uit uh, als deze hervormingen niet plaatsvinden. Uh, ja, hoe kan dit uh, doordringen bij de politici of de politieke partijen? In ieder geval heb ik een map gestuurd naar uh, organen. Ik heb een map gestuurd naar DNA, naar de voorzitter van DNA, naar de leiders van de, de fracties, naar de president van dit land, naar de vicepresident, naar binnenlandse zaken, naar de staatsraad en er zijn nog meer, alle andere ministers die dit ook ontvangen. Dus dat kan dan doordringen en zij hebben dan, denk ik, uh, de plicht om ervoor te zorgen om dit te lezen en dit dan uh, te behandelen. Het is niet alleen maar een integriteitskontman dat in het mapje zit. Er zijn ook meer hervormingen. De eerste hervorming is dat het parlement rechtstreeks de president en de vicepresident kiest. Tot nu toe is het zo. Dat de president en de vicepresident, volgens onze grondwet, door de politieke partijen worden gekozen. En daar heb je dan een crush, heb je al een probleem. Omdat het, is deze, het zijn dezezelfde politieke partijen die dan vervolgens de regering moeten controleren. En als je zelf iemand daar hebt neergezet, dan weet je al dat er een probleem kan ontstaan bij het controleren van deze mensen. Natuurlijk. Zijn er criteria? Uh, je kan daar niet zomaar iedereen neerzetten. De criteria bijvoorbeeld om kandidaat gesteld te worden voor de president zijn onder andere dat je het Individuentsconvenant hebt getekend. Vervolgens, een ander criterium is dat je geen strafblad moet hebben, dat je op zijn minst een HBO-diploma moet hebben. Dat je geen belastingsschuld moet hebben. En dat je Surinamer moet zijn. Dat zijn dus de basiscriteria die gesteld worden aan kandidaten. die door het volk gekozen worden. En de mensen moeten onafhankelijk zijn. Ze zijn niet daar als kandidaat gesteld door een politieke partij. Ze zijn neutrale mensen. Ik heb niet gezegd dat ze geen lid mogen zijn van een politieke partij. Ik zeg alleen, je komt daar niet namens een politieke partij als kandidaat, president of minister. De aanzien van de ministers heb ik gesteld dat deze uiteraard ook uh, neutrale personen moeten zijn. Los van het politieke partij, niet alleen. Maar tot nu toe is het zo dat wij de volgende ochtend opstaan en plots hebben wij Jan-Piet Klaas... Als minister van ergens. Wat ik in mijn voorstel doe, is dat ik zeg: er moet een openbare hoorzitting komen. Waarbij het volk via de media kan vernemen waarom iemand nou zich geroepen voelt om minister te worden van welk departement dan ook. Dan weten wij van tevoren uh, wat we aan zo'n persoon eventueel zouden kunnen hebben. En dan daarna. Kan de president die intussen is beëdigd deze persoon uh, benoemen en eventueel ontslaan? Een derde punt dat ik heb is de staatsraad. De staatsraad is er om advies te geven aan de president wanneer zo'n wetsvoorstel of wat dan ook is ingediend. Wat zien we? De president van Suriname is tegelijkertijd voorzitter van die staatsraad. Iets dat in mijn overtuiging niet klopt. Want hoe ga je nou leiding, dus de president geeft dan kennelijk leiding aan de Staatsraad, anders ben je daar geen voorzitter van. In mijn overtuiging is dat niet een gezonde zaak. Dus ik stel voor dat de president niet meer voorzitter is van de Staatsraad, dan tref ik aan dat er ook politieke partijen zitten in de Staatsraad. Ook dat klopt niet. Want er zijn politieke partijen ook die in DNA zitten. Dus dan, je zit in DNA als politieke partij. Ik zeg niet dat de mensen die in de staatsraad zitten ook, uh, ook uh, uh, DNA-leden zijn. Dat zeg ik niet, het kan. Dat is op dit moment is dat ook zo. Maar dat is geen gezonde zaak. Je kan niet in een organisatie zitten. Je kan niet in een Staatsraad zitten en tegelijkertijd ook weer advies geven aan de groep waar je uit ontstaat. Dat, dat, dat is niet gezond. Dus wat ik voorstel, is dat die staatsraad moet onafhankelijk zijn. Zodat die staatsraad ook een onafhankelijk advies kan uitbrengen. Ik heb een andere samenstelling voor wat betreft de staatsraad. Want waarom hebben we zo'n staatsraad? Zodat we. Het de, de gedachten van het maatschappelijk uh, middenveld. kunnen uh, laten zijn in een voorstel van een wet. Als je dat zegt, dan ga je eerst naar van. hoe definieer ik het maatschappelijk middenveld? Ik heb het gedefinieerd als werknemers, werkgevers. en gezien de cultuur en de gewoonten in Suriname. ook de religieuze uh, groeperingen. Dus dan kom je tot een samenstelling dat je hebt twaalf leden van de staatsraad, een derde werknemersvertegenwoordigers, een derde werkgeversvertegenwoordigers en een derde vertegenwoordigers van de religieuze organisaties. En dan spreek je over het maatschappelijk middenveld. Belangrijk is ook dat afhankelijk van het onderwerp dat behandeld wordt, een Deskundige minister dan erbij wordt gehaald om daar informatie en advies over te geven. En dan denk ik dat u met meer gedegen uh, uh, adviezen naar de president gaat. En vervolgens dan naar DNA gaat. Ik wil even terugkomen op, het, op de kwestie waar we vandaag de dag mee zitten. Hè? We hebben bijvoorbeeld nu een gedoe bij binnenlandse zaken. Wanneer, ik, wanneer ze dit systeem van mij zouden hebben gehad, dan zou dit probleem niet bestaan. Want nu is een gehaal en getrek tussen politieke partijen, wie moet daar, wie moet daar. Nee, maakt die ministers nou neutraal en onafhankelijk, dan heeft die dit soort gehaal en getrek niet. Het eist ons tijd en het is ingewikkeld en het is onzuiver, het is niet hygiënisch wat nu gebeurt. Maar er is nog een vierde hervorming. In het mapje dus een voorstel. En dat betreft het ook rechtstreeks kiezen van de districtcommissaris. Want ook dat is diffuus. We weten niet waarom en hoe. Volgens welke criteria deze mensen worden uh, benoemd. En dat, dan kun je ook de democratie niet op een goede manier beleven. Vandaar dat ik dus zeg. Laten de burgers van de districten rechtstreeks de commissaris piezen. En het hoeft niet tegelijkertijd te gebeuren met de verkiezingen van uh, DNA. Op dat tijdstip hoeft niet. Je kan dat van de districten even uitstellen, zodat je dat dan op een rustige manier uh, verder kan doen. Welke rol of wat kan de bijdrage zijn van de Surinamer in het tegengaan van nepotisme en corruptie? Ik denk dat er een, een mentaliteitsomslag nodig is. En aangezien een mentaliteitsomslag niet uh, overnight gaat gebeuren, heb ik dus een integriteitsconvenant. Een grote stok achter de deur. Mensen die dit convenant niet willen tekenen, laat me anders zeggen. Als DNA. Dit convenant niet in de grondwet wil verankeren, dan heb ik toch de neiging om te twijfelen. Want dit heeft alleen maar ermee te maken ...van mensen: we gaan nu stoppen met nepotisme, we gaan nu stoppen met corruptie. Het is in de grondwet verankerd dat iedereen die zich kandidaat stelt, die tekent eerst dit convenant. Dus ik verwacht dat dit uh, wordt aangenomen. Er is geen enkele reden. Om dit niet aan te nemen. Het is een reden die ons. We moeten dit gewoon omarmen. Want anders gaan we echt dezelfde kant weer op. En wat is de rol van de samenleving in dit proces? Nou, wat mijn werkgroep hier van plan is te doen, is dat wij zoveel mogelijk hier kenbaarheid aangeven. Niet alleen, maar dat wij al deze voorstellen tot hervorming op het internet zullen plaatsen, dus mensen kunnen breed uit dat weten. En vervolgens gaan we ook een systeem ontwikkelen zodat mensen op internet voor of tegen kunnen stemmen. Dan kunnen wij een petitie indienen bij DNA. Dat zo willen we dat doen. Die invloed kunnen ze hebben. En als deze hervormingen worden doorgevoerd, um, wat zijn de gevolgen die er kunnen bestaan voor Suriname op lange termijn? Ik denk dat je op lange termijn alleen maar uh, voorspoed zal hebben. Uiteindelijk moet, moeten deze hervormingen ertoe leiden dat we een juweel worden in Zuid-Amerika. Met het liefst zero tolerance. Kijk, de gevaarlijkheid is dat wij vooral uh, corruptie sociaal hebben geaccepteerd. Het is. Corruptie is gewoonte geworden in Suriname. Het is geen uitzondering. En dat moeten wij afleren om bijna te juichen voor iemand die op een soort van slimme manier uh, het volk heeft bedrogen. En dat, moet, dat knopje moet bij ons om. We moeten dat niet meer willen. Welke boodschap heeft u voor de politieke leiders die na 25, mei 2025, leiding kregen over het land? Wat je ziet gebeuren in dit land is dat leiders. die snappen niet dat wanneer je leiding geeft aan een politiek gebeuren. Als zoals wij dat hier hebben, regering. dat het eigenlijk een estapettenloop is. Je bent leider, je moet ervoor zorgen dat je dat stokje weer goed overdraagt naar de volgende leider. Je moet het niet laten vallen, anders zijn we verloren. Leiderschap betekent dat iets dat van generatie op generatie overgaat. Je bent pas succesvol als leider als je opvolger succesvol is, want dan heb je dat stokje op een fatsoenlijke manier overgedragen. Dat is waar ik aan leiders wil zeggen dat het op die manier. Je kan het ook vergelijken met een golfbeweging. Als je dus bij de zee staat en je ziet hoe die golven gaan, er moet geen onderbreking zijn. Het gaat van de ene golf naar de andere en zo gaat het door. En helaas hebben wij dat in Suriname nog niet begrepen. En straks, 25 november, is uh, Hoe ervaart u dat? Oh, ik ervaar het als heel plezierig dat we dat, uh, dat, we dat hebben. Alleen, wij hebben ons gehaast om systemen van onze overheersers, onze ploegenoverheersers, over te nemen. Terwijl wij een heel ander soort land zijn. Met heel andere culturen. Dus we moeten ons eigen ding ontwikkelen. En ik, ja, ik, ik ben blij dat we, dat, we, dat we zo standig zijn. En heeft u een evidentieboodschap voor de samenleving tot slot? Laten we proberen er een natie van te maken, nou eindelijk omdat we zijn nog geen natie. We zijn losse elementen bij elkaar. En ik hoop dat er een dag komt dat we hebben afgerekend met al die kleine uh, dagen. Wij hebben, wij hebben een Marondag, we hebben een Dag van de Indianen, we hebben een dag van toen de Inustanen hier kwamen. Waarom hebben we niet één Brazade op 25 november? Dat we echt een natie zijn. Zo heeft dit gehoord van influencer mevrouw heel vrede. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sranatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten? Stuur dan voor rust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sranatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.